Nou, dus ik ga nu even Shakila bellen. Naast de lessen die ze geeft, onderhoudt ze ook na schooltijd nauw contact met haar studenten. Hallo Esther. Hoi Shakila, hoe gaat het? Gaat goed met u? Ja, goed. Ik hoor mijn grote kleine vriend op de achtergrond. Deze meiden hebben allemaal een moeilijke achtergrond. Om die reden worden ze ook buiten schooltijden best wel intensief begeleid. Mijn telefoon staat bijvoorbeeld 24/7 aan. Bij jonge moeders zie je dat veel botsingen of problemen, die vinden juist plaats op het moment dat ze naar huis gaan. Dat ze daar moeten gaan koken, huiswerk. En daar ga je juist zien dat de stress ontstaat. Dus dan moeten we ook bereikbaar zijn voor die momenten. Hoe gaat het met je, Shakila? Gaat goed, hè? Ja? Ik zag dat jij je portfolio niet hebt gehaald. Ja, ik zou vandaag eigenlijk komen, maar ja. Ik heb geen opvang en zo voor jullie, want het is ook vervelend van mij om dan heen en weer te gaan. Oké. Shakila, kan ik met jou afspreken als er wat is? Bel me, app me. Is goed. Shakila is een van de studenten waar Esther nauw contact mee onderhoudt. Ze woonde afgelopen jaren overal en nergens en heeft inmiddels onderdak gevonden bij de crisisopvang van het Leger des Heils. Hallo. Kijk eens hoe mooi lachen naam. Ik woon hier samen met mijn moeder, mijn broertje en mijn zoontje. We wonen hier omdat we geen huisvesting hebben. En ik heb heel lang in Spanje gewoond hiervoor. En toen heb ik ook nog een paar maandjes in België gewoond. Hey, kijkoe. Linda, de moeder van Shakila, is heel reislustig. Ze vertrok met Shakila en haar broertje naar Spanje. Ja, weet ik. Helaas lukte het niet om daar een bestaan op te bouwen. Ik ben 3 jaar geleden teruggekomen, bijna 3 jaar geleden. En er was geen plek voor mij, nergens. Daarom reist Linda naar België, waar ze familie heeft wonen. Wij waren bankslapers. Dus daar ga je bij je familie slapen, want je hebt geen huis. Omdat de situatie onhoudbaar wordt, komen Linda en haar kinderen na een paar jaar in België toch terug naar Nederland. Shakila is dan inmiddels zwanger en ze worden opgevangen bij het Leger des Heils. Kom maar, baby. We hebben dit kamertje gekregen voor ons. Kom maar, baby. Ja, de privacy is soms echt wel moeilijk, want ja, het is een kleine kamer. Maar ja, ik hoop dat we binnenkort gewoon een eigen huis hebben, dat we dan wel... Maar voor de rest vind ik het niet erg hier. Het is oké, we hebben een dak boven ons hoofd, toch? Shakila bevalt in Nederland van haar zoon Guillermo. De zwangerschap kwam totaal ongepland. In België zat ik in de derde, toen ben ik daar zwanger geraakt. Ik was echt helemaal in shock, hoor. Ik dacht, ja, ik ben 16 jaar, dus wat moet ik doen? Ik heb een school, ik moet werken. Met de vader van Guillermo heb ik geen contact meer en dat wil ik ook gewoon niet. Hebt u geslapen? Ja, eventjes. Ook voor moeder Linda was het een complete verrassing. De grond onder mijn voeten zakte weg. Ik denk, nee, dat kan niet waar zijn. Haar jeugd, haar toekomst, school. Ik natuurlijk. Hoe moeten we dat doen? Want ik zat eigenlijk in de financiële problemen. Ja, ik wist eigenlijk niet wat ik moest doen. Het was gewoon een heel groot vraagteken boven mijn hoofd. Paniek. Ja, oké. Zo, Shakila, ben je een week niet geweest? Hij is zo gegroeid, man. Hij is echt heel snel gegroeid. Hij kruipt al. Echt? Ja, en hij heeft al een tandje zo. Hij is pas 4 maandjes. Ze doet het goed. Ja, hè? Ze combineert het goed. Ik heb ook tegen haar gezegd, ja, kind krijgen, dat is niet voor even, maar voor heel je leven. Ja. Ja, dat kan. Ja. Nu Shakila bij het Leger des Heils woont, heeft ze naast haar eigen familie te maken met nog meer huisgenoten. En alles wordt met elkaar gedeeld. Shakila! Ja? Heb jij trek in een afwachtsel broodje? Ja, is goed hoor. 1 of 2? Maar 1. En nou moet je dadelijk weer naar school. Yes! Ik ga mijn oorbel laten schieten. Heb ik besloten, in zijn linkeroor. Een meisje gaat... Die meisje die mijn nagels heeft gedaan, die gaat het voor hem doen. Ja, vind je dat goed? Nou, daar moet ik even over nadenken. Hoezo? Hè? Ik wil wel een oorbel bij hem. Dan praten we wel even, als we het privé hebben, praten we daar hoezo? Wel even. Ik wil een oorbel voor hem. Ja, maar willen en kennis zijn 2 verschillende dat dingen. Dat kan gewoon, hoor. Nou, laten we er maar eerst even over nadenken voor de zekerheid. Nee. Shakila, doen ze onder een jaar, doen ze dat niet meer. Hè? Nee, onder een jaar doen ze dat niet. Helemaal wel. Nee, volgens mij helemaal niet wel. Meer. Helemaal wel. Ik heb toch laatst een meisje die haar oorbellen laat schieten. Dat is illegaal dan, hoor. Shakila? Helemaal niet. Maar ja, niet ieder kind is hetzelfde. Ja. Helemaal wel. We moeten eerst kijken of hij nergens allergisch voor is. Ze is een moeder, maar ze is ook nog 16 jaar. Dus het is wikken en wegen. Dus de ene keer is ze goed. En de andere keer is ook wel eens weer dat dametje wat...
dat ik wel even terug moet trekken. Dat ik zeg, hallo, ik ben nog steeds je moeder, hè? Ook heb je een kind gekregen. Mm-hmm. Kijk, weet je, in het begin was ik ook heel erg boos op haar. Want ik vind wel dat ze een stukje van haar jeugd nu gaat missen. Ja. Want ze kan niet meer gaan chillen. Als vroeger met haar vrienden. En weggaan zomaar, want jij hebt een kind. Zij is wel een hele goede moeder. Zij bezorgt, schoon. Zij heeft wel structuur. En Linda draagt graag een steentje bij aan de opvoeding van haar kleinzoon. Dus als het moet, past ze met liefde op. Hey. Zeg maar dag. Ik vind het heel fijn dat Shakila op de moederklas is. Ik zie wel dat Shakila ook heel graag naar school gaat. Omdat zij dus kan praten met haar soortgenoten die op hetzelfde niveau zitten. En dat is gewoon, denk ik, heel belangrijk. Toch heeft Shakila wel te maken met vooroordelen. Ja, er zijn mensen die zeggen dan, oh, je bent zo jong, 16 jaar. Wat ga je dan bereiken met je kind samen? Je hebt niet eens een diploma. Ja, maar daar ben ik nu voor bezig, dat weet jij niet. Dat ik daar gewoon voor bezig ben om een diploma te halen voor mij en voor hem, om mijn toekomst beter te maken.